Het lijkt wel of je Jan Joost hoorde. Want hij was heel enthousiast. Invaller, doelpunten maken, mooie doelpunten maken, zei Mak. En ik zag je tanden bloot. Ja, hij zat er goed in. Ik bedoel, tweede helft weet je natuurlijk waarom je in het veld komt. Ik bedoel, we staan 1-0 achter en dan moet het meer aanvallend iets gebeuren. Ja, ik kan me voorstellen dat je dacht van, wanneer mag ik? Want het was niet verzorgd voetbal, het was breien, hè, de eerste helft. Ja, klopt. Ja. De bedoeling vandaag was dat ik maximaal 30 minuten zou mogen spelen. Tenminste, dat had ik van de week gehoord. Oh, want? Ja, ik kom terug van een hamstringblessure. En vandaag was het normaal gesproken 30 minuten maximaal. Dus ik ging er helemaal niet vanuit dat ik in de rust erin zou komen of na rust. Dus ik zat gewoon met mijn theetje in de kleedkamer. Totdat ik werd geroepen van je komt er gelijk in. Dus ja, dan heb je het eigenlijk nog koud van de eerste helft nog. Want die gaat er niet vanuit dat je er gelijk in komt. Maar ik was wel blij dat ik 45 minuten en het team kon helpen. En uiteindelijk toch nog een punt hier te houden. We hebben een commentator vandaag, even ten Napel. Sinds jaar en dag en twee eeuwen lang verslaat hij alle goals, alle wedstrijden. Hij vond het een fantastisch mooie goal. Ik had de indruk dat je bijna je enkel brak. Ja, ik weet niet of... Zag je hem aankomen, die slijding? Ja, ik zag de slijding aankomen. Dus dat was ook niet bewust dat ik hem per se in die hoek wilde. Want ik zag hem aankomen. Dus dat was gewoon zonder na te denken in een volle sprint afwerken. En dan moet je een beetje geluk hebben dat die bal eigenlijk goed erin valt. Ja. Dus ik zie hem nu terug. Maar als ik denk 2 seconden later zou zijn... Dan had je allebei je enkels gebroken. Op het veld. Maar ik ben blij dat hij uiteindelijk erin zat. Nou, ik zeg gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En kijken of ze in de studio nog steeds zo enthousiast zijn. Ja, is goed. Lekker naar binnen. Je hebt het koud, hè? Ik heb het koud, niet normaal. Ja, de groeten.